Ja, dames en heren, u zal wel denken, waar zijn we nou weer terechtgekomen? Maar dat komt zo, ik ben hier bij het atelier van Koen van Mechelen. Dan zal u zeggen, Koen van Mechelen, wie is nou Koen van Mechelen? Maar Koen van Mechelen is een hele bijzondere man, die weet namelijk alles van kip. Goedemiddag, Jan Wijdbeens. Fijn dat we even langs mogen komen. Want ik zeg net tegen de kijkers, ik zeg, we gaan op bezoek bij een bijzondere man die eigenlijk alles van kip weet. Want waarom kip? Waarom is kip zo? Wat is er zo bijzonder aan kip? Ik denk dat de kip het meest gedomesticeerde, om een moeilijk woord te gebruiken, gedomesticeerd. Wel, dat is als de mens, van het moment dat de mens een dier verandert en eigenlijk een dier gebruikt ten behoefte van de mens, dan praat men over domesticatie. En om er wat anders van te maken. Ja, en de kip is het meest gedomesticeerde dier ter wereld. Ja, want je kan er alles van maken natuurlijk. En je komt het overal tegen ter wereld. In alle professions heb je kippen. Je hebt het in de mode. De pluimen worden gebruikt. En dan de consumptie. Zonder kip zijn we nergens. Denk het niet, nee. En hier zijn we in uw atelier. En hier probeert u eigenlijk van twee kippen een andere kip te maken, als ik het even zo mag zeggen. Dat is eigenlijk mijn project wat ik doe. Eigenlijk kruis ik kippen. Ja, van een witte en een blauwe kip wil ik graag een oranje kip maken, zeg maar. Nee, zo ben ik niet. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is helemaal fout. Ik zeg juist, wanneer dat je kruist, kun je iets anders hebben. Ja. En het is dat anders zijn wat staat voor evolutie. Oké, maar het blijft een kip, hè? Toch? Ik vind dat niet, nee. Ik vind dat een kunstwerk wordt. Jawel. Jawel. Ik vind het niet dat het een kip blijft. Oh, blijft over. Het is ook een beetje kip natuurlijk. Als je het zo ziet staan. Het neemt de schoonheid over van de kip, maar het heeft de toegevoegde waarde van een kunstwerk. Ja, maar als je het zo ziet staan, zeg je niet kunstwerk, zeg je kip. Dat is omdat je het fout leest. Omdat je niet weet. Omdat je het fout leest. Maar, het is ook niet erg, hè? Ik bedoel, als jij zegt het is een kip, vind ik dat eigenlijk niet erg. Mag dat? Want dat is een vorm van niet lezen. Is dit ook een idee van uzelf? Ja. Een hele bontjas, maar dan weer gemaakt van kippen. Zelfs allemaal oude kippenkoppen. Zijn het echte kippenkoppen? Ja, het zijn echte kippen geweest. Wij gebruiken de veren in de mode. Dus als ik zo'n groot project maak, dan kan de mode niet uitblijven. Zoals de consumptie niet kan uitblijven. Het economisch verschijnsel er niet van kan uitblijven. Het wetenschappelijke niet kan weg zijn. Dus dit is daar een resultaat van. Ja. Maar dat komt niet in de winkel? Dat komt niet in de winkel, maar dat komt wel in de expo. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar niet in de winkel? Nee. Waarom zou ik dat wel? Nee, geen idee. Maar ja, wie zal het ook willen dragen? Want het is natuurlijk ook een beetje... Ik persoonlijk wel. Het is ook een beetje... Jawel, maar het is ook een beetje afschrikwekkend dat je iemand een hand geeft en je hebt gelijk zo'n kip in je hand. Dus dit is dan weer... Dit is een struisvogel, een oude struisvogel geweest natuurlijk. Maar, domme vraag even. Wat stelt het voor? Behalve dat... Voor mij zijn dat explosies. Voor mij zijn dat embryo's die... Embryo's die exploderen. Die trachten uit te komen. Dus dat zijn eigenlijk al mijn tekeningen zijn zo. Ja. Verder, wat moet ik ervan uitleggen? Dat het kleuren zijn? Dat het veren zijn? Nee. Nee. Dus nee. Het zijn explosies, het zijn uitkomsten. Ja. En dat is dit ook, is ook een explosie. Dat is een ontwikkeling binnen het ei. Dat verwacht je niet, dat het zo'n explosie zou zijn. Zit hier een idee achter in de zin van dat het iets met elkaar te maken heeft, behalve veren? Wil u hier iets mee duidelijk maken? Ik denk dat dat duidelijk genoeg is, hè? Ik denk dat een kunstwerk van zichzelf praat. Ik denk als een kunstwerk het anders zou willen vertellen dat degene die het moet zien, dat ook zo moet interpreteren. Ik ben nooit degene die kan invullen wat iemand anders ervan denkt. Nee. Kunst heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Absoluut. Want niet iets wat u erin ziet en een ander ziet er weer iets heel anders in, maar daar maken we niet uit. Voor mij is het kunst. Eigenlijk komen we allemaal uit één grote explosie. Absoluut. Eén groot accident.